Van harte welkom hier vanavond op de raadsvergadering van de gemeente Hardenberg. Het is dinsdag 15 november, iets na 19:30. Een woord van welkom aan de raadsleden, de mensen op de publieke tribune. Van harte welkom hier aanwezig. En de mensen die ons thuis volgen via de media ook van harte welkom. Ik open de vergadering onder mededeling van afwezigheid van de heer Jonkhans, de heer Botter, de heer Van der Wel, de heer Stelpstra, de heer Mulder en de heer Bak is ook afwezig. En daarmee heb ik de afwezigen allemaal genoemd. Er zijn verder geen mededelingen te doen. Vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? De heer Gelling. Voorzitter, één verzoek. Ik heb vandaag even het bericht dat er een aantal insprekers is ter zake de Plukon. Wat betreft staat een hamerstuk op de agenda als gevolg waarvan de wethouder niet zou kunnen reageren op de inspreekreacties. Dat lijkt mij, mijn fractie, onwenselijk. Als burgers die wij vertegenwoordigen inspreken, lijkt het mij wel zo aardig om daar ook op te reageren in ieder geval. Dus zou het voorstel van mijn fractie zijn of de vergadering genegen is om 14 van de hamerstukken naar voren te halen en op de agenda te plaatsen. Niet om een hele discussie bij voorbaat te starten, maar in ieder geval om de wethouder de kans te geven te reageren op de insprekers. Voorstel lijkt me prima voorstel om dat zo te doen. Dat gaat om punt 14 inderdaad. Dat halen wij dan naar voren. Dat doen we als eerste bespreekstuk. En wat mij, of als eerste hamerstuk moet ik zeggen, maar waar in ieder geval nog een reactie kan worden gegeven. Dat wordt dan nummer 10 en de rest nummert door. Plukon wordt nummer 10. Voorzitter, maar dan bereik je niet het effect wat de heer Gelling beoogt, namelijk een mogelijke bespreking en reactie van het college, dan zou je hem als bespreekstuk moeten agenderen. Ja, dan blijft hij nummer 10. Ja, maar dan als bespreekstuk. Maar zou het dan vanwege de aanwezigheid van de insprekers niet wenselijk zijn om dat dan naar voren te halen en dat bespreekstuk 6 te maken op uw agenda en dan te laten doornummeren? Of dat mensen niet heel lang hoeven te wachten tot ze een antwoord krijgen op datgene wat ze graag willen vertellen? Ja, er zitten twee onderwerpen voor. Tenminste, er zitten vier onderwerpen voor. Maar er zitten twee onderwerpen bij die op de O-ronde niet aan de orde zijn geweest. Dus ja, het mag, het kan. Maar dat laat ik aan u raten over. Gewoon zeggen aan het eind van de bespreking. Wie wil het naar voren halen? Prima, dan wordt dat nummer 6. Gaan we beginnen met Plukon als bespreekstuk. Akkoord. Akkoord. Daarmee is de agenda vastgesteld. Brengt ons bij het spreekrecht voor de agendapunten. En daar hebben een tweetal personen zich gemeld. Het gaat beide inderdaad over de Plukon, de heer Haandrikman en de heer Brinkhuis. Ik zou ze eerst het woord willen geven aan de heer Haandrikman. En dat mag van achter het spreekgestoelte hier. Welkom. U heeft regels zijn dat er 5 minuten maximaal spreektijd is. Daar hoeft u geen gebruik van te maken, maar dat mag wel. Daarna verzoek ik u nog even te blijven staan. Het kan zijn dat de mensen uit de raad nog vragen voor u hebben. Veel succes. Geachte leden van de raad. Namens de buurtbewoners van de Plukon maak ik graag gebruik van de gelegenheid om ons verhaal te doen tijdens deze raadsvergadering. Ik heb samen met een buurtbewoner de vorige vergadering van 1 november bijgewoond. En we hebben toch het gevoel gekregen dat er onwetendheid heerst bij de wethouder, maar ook de raad met betrekking tot de ernst van de plannen van de uitbreiding van de Plukon. Graag zouden wij willen reageren op antwoorden van wethouder Prinsen tijdens deze avond. Ik ben de bewoner van de Rollepaal 38 en ik zie dagelijks een overkill aan transportverkeer. Ten eerste zien we als buurtbewoners de voordelen in het uitbreidingsplan van bedrijven, ook in het geval van de Plukon, zoals de werkgelegenheid. Geen leegstand uiteraard. Maar in het geval van Plukon zijn wij als bewoner bang dat in dit plan de nadelen op de koop worden toegenomen. De uitbreiding van de Plukon heeft ernstige gevolgen voor het woongenot in de buurt. De wethouder gaf aan dat er nog oningevulde geluidsruimte beschikbaar is van het weekendterrein. Deze ruimte wordt in de vergunningverlening extra gecreëerd. Door de milieucategorie in de plannen worden verhoogd van 3.1 naar 3.2. En hierdoor mag een zwaardere industrie op deze gronden worden toegestaan. Zo'n opschaling verwacht je op een vrij liggend industrieterrein, maar zeker niet zo dicht bij een woonomgeving.
De woningen op de hoek van de Lange Wijk en de Rollepaal worden extra belast met geluid door Plukon vrachtverkeer. Als oplossing wordt aangeboden van bijvoorbeeld dubbelglas. Als oplossing wordt aan het aanbieden van bijvoorbeeld dubbelglas gedacht. Het is volgens de wethouder een voordeel dat andere woningen minder last zullen ondervinden. We worden geconfronteerd met veel Plukon vrachtwagens die ineens dag en nacht voorlangs en over een nieuw aan te leggen weg naast en achter de woningen gaan rijden. Er kan straks geen raam meer opengezet worden. In de tuin klinkt het harde geluid van de aggregaten op de koelvrachtwagens en de geur van de vrachtwagens met levende kuikens komt bij zuidenwind recht naar ons toe. Bovendien rijden vrachtwagens met, zoals ik dat noem, open transport. We kunnen de kippen namelijk zien in de bakwagens en de aanhangwagens. Door het open vervoer van deze kippen, plus minus 8000 per vrachtwagen, komt er extra fijnstof vrij. Geluidsisolatie lost deze problemen echt niet op. Nu al zien we Schiphol-achtige taferelen waardoor vrachtwagens extra wachtrondjes gaan rijden vanwege filevorming voor de losplaats. Dit gaat nog met 60% toenemen. Wat hebben wij er als bewoners aan als er bij andere huizen minder overlast ontstaat? De wethouder Prinsen is van mening dat de afstand van 100 meter van het Plukon ten opzichte van de bestaande gebouwen ook niet is aangehouden. Daarom hoeven we deze afstand nu ook niet aan te houden. We schrokken echter van deze reactie. Ik rij bij de kruising de rood, dus mag ik dat bij de volgende ook doen. Juist nu moet er gelet worden dat de nieuwe gebouwen in ieder geval wel op de juiste afstand staan. Ter compensatie van de bestaande slachterij op te korte afstand zou het nieuwe gedeelte zelfs op grotere afstand van woningen gerealiseerd moeten worden. Het is duidelijk dat de Plukon-plannen onze leefomgeving en ons woongenot aantast. Het besluit van deze avond over Plukon wordt als hamerstuk behandeld. Dat betekent dat ieder van u de gelegenheid heeft om het besluit niet te laten passeren. Misschien kunnen we zo laten zien dat de gemeente Hardenberg een positieve uitzondering vormt en wel met de belangen van de omwonenden rekening houdt. Ik verzoek u dus vriendelijk om er eerst nog eens heel goed over na te denken en wens u alle wijsheid toe. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel. Zijn er vragen voor de heer Handrikman? De heer Gelling? Ja, voorzitter, dank u wel. Dank voor het inspreken, heel helder. Nu bent u betrekkelijk laat met het inspreken, want er is al een hele procedure geweest. En er is ook een heel aantal anderen u voorgegaan ter zake eigenlijk bezwaren die u ook al hier aanhaalt. Dat was ons bekend, maar er zijn ook al heel veel reacties op geweest die in die procedure zijn meegenomen. Heeft u die ook gezien en kennis van Rome? Wat vindt u daarvan? Nee, ik ben niet op de hoogte van alles, dat geef ik eerlijk toe. Ik weet dat er in, ik geloof juni, is er een bijeenkomst geweest met betrekking tot de plannen van de Plukon. En daarbij zijn wij als de rollepaal, mensen in de rollepaal, zijn daar niet bij uitgenodigd. Ik heb gevraagd waarom dat niet het geval is geweest. En er werd ons aangegeven dat wij wel degelijk een uitnodiging hadden gehad. Maar die hadden wij allemaal niet gehad. Dus dat traject heb ik van tevoren niet meegekregen. De laatste vergadering, dat is een aantal, dus 2 weken geleden zijn we hier aanwezig geweest. En er werd ons min of meer aangegeven dat, dus, nou ja, dat het eigenlijk al beklonken was. Het was al klaar en je kon niks meer doen. En toch waren we hier bij de vergadering aanwezig en toen kwamen we er eigenlijk achter dat we wel degelijk wat konden inspreken. Dus dat is mijn antwoord. Akkoord, dank u wel. Anderen nog? Mevrouw van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik vind het heel vervelend, want als er een inspraakprocedure is geweest ter inzagelegging 6 weken lang in juni, u nu inspreekt, beseft u wel dat wij eigenlijk helemaal niks meer kunnen? Ja, dat dus besef ik. U roept ons op om iets positiefs te doen, oftewel dit niet goed te keuren. Ja. Maar feitelijk kunnen wij niks meer, want die hele procedure is gelopen. Het enige wat dan rest is, hoe heeft het gekund dat u dan die uitnodiging om te komen praten niet gehad heeft? Hè? De wethouder daar enigszins op in, want het lijkt me ook wat vreemd dat hier wordt aangegeven dat hij wel verzonnen is, maar u allen niet heeft gehad. Is of de, en ja,
Nee, we hebben ze allemaal niet gehad. We zijn, maar ik dacht ook, dat kan wellicht aan mij liggen. Ik kan iets niet gezien hebben of het hoofd gezien hebben. Ik heb met de buurtbewoners heb ik daarover gesproken. En ik heb inderdaad die uitnodiging niet gehad. En dat vond ik echt vervelend, want anders was ik er zeker bij aanwezig geweest. Ik ken als bewoner van Delisvaart, ik ken niet alle procedures. Je hoort dingen en uiteindelijk is er een stukje, paniek. Dat is een groot woord, maar je hoort ineens wat. En uiteindelijk denk ik van ik kan beter wel spreken dan nooit spreken. En bij deze snap ik uw stelling. Maar ik vind het ook vervelend, maar wat ik kan doen, doe ik. Mevrouw van de Hoek, in tweede instantie. Nou, in ieder geval bedankt voor uw begrip. Het enige wat ons rest is om betrokken wethouder te vragen hoe dat met de communicatie is verlopen. En verder klopt het, kunnen wij verder niks meer voor u betekenen. Spijt ons. Dank u wel. De heer Roldemond. Voorzitter, dank u wel. Meneer, u bent bang voor nadelige effecten, begrijpelijk ook. Heeft u ook in die zin gesprekken gepland of gevoerd al met Plukon zelf? Ik niet, wel medebewoners. En inhoudelijk daarin, daar kan ik niet antwoord geven. Mijn opvolger die kan dat helder antwoord op geven. Dan wacht ik dat af, dank u. Ja. Mevrouw Luiten. Ik had dezelfde vraag, meneer Rodemond. Dank. Ja, akkoord, voldoende zo. Voorzitter, ik heb nog één opmerking. Misschien niet eens zozeer een vraag, hè, maar naar aanleiding zeg maar, van wat nu voor ligt. Voorontwerp bestemmingsplan. En een verlening van een advies over de rijkwijde en het detailniveau van een milieueffectrapportage. Misschien kan de wethouder ook nog even toelichten wat we nu als bespreekstuk, hamerstuk, wat er nu voor ligt. Ik denk dat het ook wellicht wat duidelijkheid geeft naar meneer Hendriksman toe, maar ook naar de overige buurtbewoners. Mag ik wel voorstellen om dat straks te doen als u dat goed vindt. Hè? Ja, prima. Ja, akkoord. Geen vragen meer voor de heer Hendriksman? Ja. Uw bijdrage heeft heel wat vragen nog opgeroepen. Oké, mooi. Dank daarvoor in ieder geval. Dank wel. Er is nog een inspreker op dit onderdeel. En dat is de heer Brinkhuis. En ook hem zou ik graag de gelegenheid willen geven om gebruik te maken van het spreekrecht. Ook maximaal 5 minuten. Het verzoek om even te blijven staan. Ook, wellicht dat ook voor u nog vraagt. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Hans Brinkhuis. Ik woon tegenover de slachterij. Dus niet aan de rollenpaal, maar in de buurt van de winkel die we daar ook hebben. We hebben dus een beetje andere soort klachten dan mijn collega, buurtbewoner. Ik ben daar geboren. Ik weet dus ook de geschiedenis van de hele slachterij. Dat het in de loop der tijd is verder doorgegroeid en steeds verder is uitgebreid. Ik heb ook eigenlijk iedere keer het gevoel dat je daar als buurtbewoner helemaal niks aan kan doen. Het is eigenlijk altijd al besloten hoe het gaat. Je mag eventueel nog een mening geven, maar dat was het dan ook. En dat is eigenlijk hier ook wat ik hier wil voorlezen. We zijn nu ook weer geconfronteerd met een volledig uitgewerkt plan, zonder enig overleg. Er wordt uitsluitend met dit plan verder gegaan, terwijl het ook op een heel andere manier volgens ons kan. Als je het anders zou opzetten, kun je ook meer produceren, kun je misschien ook gewoon 's nachts gaan draaien, zonder dat de hele buurt er echt last van heeft. We hebben de kans niet gehad om daar ook een idee over te uiten. Het college heeft besloten dat er geen MER-procedure nodig is en dat een plan-MER-procedure volstaat. En als argument is de beslissing dat er wordt beweerd, dus dat er geen sprake is van extra milieubelasting door de hele uitbreiding. Wij hebben als bewoners van het college helemaal geen. Daar hebben we een zienswijze ingediend, sorry. Deze enorme uitbreiding die is niet zonder extra milieubelasting te realiseren. Dat is technisch gewoon onmogelijk. Alle argumenten zijn door de gemeente van tafel geveegd. En dan wordt er gezegd: de inspraakreactie wordt niet overgenomen. En dat is de conclusie bij elk bezwaar wat we hebben geuit. We vinden het onterecht. En bij deze willen we reageren op de standpunten die de gemeente daarvoor aanvoert. Dat is bijvoorbeeld de afstand van 100 meter tot woningen. Die is in het VNG-richtafstandenlijst staat van bedrijven, is die bepaald. En dat is slechts een advies waar de gemeente zich niet aan hoeft te houden. Maar
die afstand is niet, komt niet uit de lucht vallen. Er is gewoon veel ervaring met slachterijen. Er is veel over bekend wat er in die stoel is gebeurd. Die afstand van 100 meter is nodig voor, en voor geluid, en voor stof en geur. Als je dat niet aanhoudt, krijg je sowieso te veel overlast voor de buurt. Dan kan je er nog grote berekeningen op loslaten, maar dat is gewoon een feit. Dus die afstand dient gerespecteerd te worden. De gemeente mag er wel van afwijken, maar bijvoorbeeld een kleinere slachterij die net onder de vergunningverlening valt, die kan je zeggen van, nou ja, die zou je misschien op 90 meter kunnen zetten. Maar deze slachterij die gaat 190.000 ton vlees per jaar produceren. En dat is 7,5 keer zoveel de minimum eis zeg maar, waarbij je onder de vergunning valt. Nou, dan kan je niet zeggen van, ik ga dat nog even op de helft of minder van de afstand zetten. Dat kan gewoon niet. Dan wordt er gesteld dat het geluid wordt afgestemd door de kantoren die voor de productiehallen worden gebouwd. Maar dat is nu ook zo. Die kantoren zitten aan de voorkant van de gevel. Maar het geluid gaat er overheen omdat de hallen daarachter hoger zijn. En het geluid vooral van de bovenkant van die hallen uitgestraald wordt. Dus dat gaat gewoon naar de overkant van de weg op de woningen. En het kantoor heeft nauwelijks invloed. Dus dat werkt dus niet. Er wordt ook gezegd dat geluidsmetingen moeilijk en ingewikkeld zijn. Want je hebt ook bijvoorbeeld geluidsbronnen van andere bedrijven, andere geluidsbronnen. Het wordt een beetje ingewikkeld gemaakt door de bureaus die zich daarmee bemoeien. Ten oosten van de slachterij is het Weekamp gebouw, maar dat is verlaten. Daar komt geen geluid af. En aan de rechterkant, aan de westkant, daar is gewoon niks gebouwd. Daar staat dus helemaal geen fabriek of een hal. En dan wordt de provinciale weg nog genoemd. Maar die ligt op 400 meter afstand achter de woningen. Als je dus voor de woning staat en je wilt de gevelmeting doen, dan wordt dat geluid van die weg totaal afgeschermd door de woning zelf. En je meet dus inderdaad alleen de slachterij en verder niks. Het is dus eigenlijk heel eenvoudig en moet niet moeilijker gemaakt worden dan nodig is. Dan wordt er gezegd, we gaan metingen uitvoeren als de gebouw gerealiseerd is. Dus eerst bouwen en dan pas meten. Bij de vorige uitbreiding hebben we ook geprotesteerd. Die vergunning is toch afgegeven en is in 7 jaar niet 1 keer een meting uitgevoerd. Dus dat is gewoon niet gedaan. Daarom hebben we vrijdag jongstleden een handhavingsverzoek ingediend. En het resultaat daarvan moet eerst eens even bekeken worden volgens ons. Het is ook wel eenvoudig. Als je de noordzijde ziet, dat gedeelte van de productie wordt niet veranderd. De geluidsbehandeling en de geurbehandeling, sorry, de stankbehandeling, die wordt aan dat deel van de fabriek wordt het gewoon niet aangepast. Maar er gaat wel 60% meer volume gaat er zo meteen doorheen. Dus die installatie die staat er nu al, het gebouw wordt niet veranderd. Dan kan je gewoon nu meten hoeveel geluid eraf komt. En je kan dan ongeveer nagaan wat het straks gaat worden wanneer daar veel meer procenten aan vrezen doorheen moeten. Er wordt ook geen rekening gehouden met slijtage en vervuiling bijvoorbeeld van die installatie. Als een ventilator vervuild raakt, gaat die regeling automatisch meer gas geven, omdat er dan nog steeds genoeg lucht verplaatst wordt. Dus het gaat gewoon meer geluid geven. Ook lagers gaan slijten, maken meer geluid. Er wordt in de berekening natuurlijk geen rekening mee gehouden. Ik wil het nog even kort samenvatten. Er wordt een verpakkingsinstallatie toegevoegd. Er wordt een paneerinrichting toegevoegd. Een geurfilterinstallatie. Een extra schoorsteen met ventilatoren. Toevoegen van koelinstallatie, die de ruimtes tot 0 graden koelen. Een waterzuiveringsinstallatie komt erbij. Een hoge vrieshal met een koel- en vriesinstallatie. Extra vrachtwagenbewegingen. Personeelstoename van verkeer van personeel. Nieuwe ontsluitingsweg die langs en achter de woningen loopt. De productielijnen. Lijnen wordt verlengd en de tempo verhoogd. We gaan ook 's nachts slachten. Aan- en afvoer wordt er ook bij. En de productie gaat naar 360.000 kippen per dag. Dat is 191 miljoen kilo vlees per jaar. En dat doen we op 40 meter afstand van de woningen. En er wordt geconcludeerd dat het geen extra druk geeft op het milieu. Daar klopt natuurlijk helemaal niks van. We zijn van mening dat de uitslag van het handhavingsverzoek eerst afgewacht moet worden om in te kunnen schatten wat de uitbreiding gaat doen. En dan pas kun je kijken of er wel eens een hele uitbreiding mogelijk is en op welke manier dat dan moet.
Ik dank u voor de aandacht. Akkoord, dank u wel. Zijn er vragen? Op dit moment. De heer Rodemond, de heer Kloekos, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik vroeg het al aan de vorige spreker en nu dus ook aan u, meneer Brinkhuis. De gesprekken met Plukon zelf, ik heb begrepen dat u die gevoerd heeft of zou hebben. Ja, de directeur was minister, ja. Is daar iets uitgekomen wat een beetje licht aan het einde van deze tunnel Nee, we waren het erover eens dat we allebei een verschillend belang hadden. Hij wil graag uitbreiden en wij willen niet meer overlast dan dit geval. En daar is eigenlijk niet veel aan te doen aan die twee problemen. Dat kun je moeilijk samenbrengen. Akkoord, de heer Kloekhorst. Even een vraag aan de heer Brinkhuis. Kijk, ik ben ook niet technisch onderlegd. En ik durf daar helemaal geen oordeel over te geven. Maar als u zegt, er is een vorige uitbreiding geweest en is 7 jaar niet gemeten. Ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat uw vertrouwen niet bijzonder groot is. Nee, dat klopt helemaal. Ik zou graag willen hebben dat de wethouder daar straks toe heeft gekregen. Akkoord. Ik heb nog. Ik heb ja, de heer Odink. De heer Reiling. De heer Odink. Bent u van mening, meneer Brinkhuis, dat het huidige geluidsniveau hoger ligt dan de daadwerkelijke vergunning? Ja. Is dat wat in de, wat in u, de avond? Voor zover ik het kan beoordelen, is in het avond is het te hard. En nu is het s'nachts nog rustig, maar straks zal het ook niet meer zo zijn. Ja. Akkoord. De heer Reiling. Ja, eigenlijk nog, meneer Brinkhuis, nog twee vragen aan u. De inspraakavond, bent u daar ook geweest? De eerste? Mag ik eerst beantwoorden? Ik was op vakantie en dat was ook heel kort achter elkaar. De uitnodiging was 10 dagen voor die avond. En toen ik terug was, was het al voorbij. Was ik te laat. Maar ik begreep ook dat het meer een presentatie was dan iets waar je echt nog heel veel aan zou kunnen sleutelen. Maar ik ben er niet bij geweest. Nee, ja, dat is duidelijk, dank u wel. De volgende vraag, ziet u de uitbreiding van Plukon en een stuk werkgelegenheid in Deremsvaart? Want nou, we wonen natuurlijk niet zo ver van elkaar af, maar een stukje werkgelegenheid in Deremsvaart, dat zou ik wel willen koesteren. En zou u een rol voor u en uw buurtbewoners zien om met Plukon tot een goed compromis te komen? Ja, dat zou ik wel graag willen. Maar kijk, als dit al een vast online plan is en het moet op deze manier gaan, je kan hooguit nog een wandje zetten of een ventilator wat zachter zetten, dan gaan we er niet uitkomen. Je moet echt fundamenteel een ander plan maken. De productie bijvoorbeeld, die vindt nu plaats aan de lange wijkkant. En daar wordt de meeste herrie geproduceerd. Je zou kunnen zeggen van aan die lange wijkkant gaan we in hetzelfde gebouw nu, bijvoorbeeld kantoren, magazijn, werkplaats, dingen die niet zoveel geluid maken. Aan die kant van Langewijk zetten. En we gaan de productie gewoon een eindje verder naar het zuiden toe verplaatsen, binnen hetzelfde gebouw. Dan heb je heel veel gewonnen. Het wordt afgeschermd eigenlijk door het voorste deel waar geen geluid wordt geproduceerd. En natuurlijk ook die afstand van 100 meter tot de weg, dat zou ik echt gerespecteerd willen zien. Goed, prima. Ik constateer dat er geen. Nou, voorzitter, nog een kleine vraag. Om misschien een opmerking. We hebben het over de planwet, maar ik denk dat de heer Odin daar ook op doelde. Dat je later in het proces natuurlijk bij het bestemmingsplan, dat daar altijd nog de mogelijkheid bestaat om ook vooraf weer in te spreken. Dus daar wil ik dan u graag op wijzen in ieder geval. Ja. Dank u wel. Akkoord. Ik verwacht dat de wethouder daar ook nog even op ingaat. Meneer Brinkhuis, dank voor uw inbreng hier in deze raad. De raad heeft kennis van kunnen nemen. En we gaan zometeen ook nog even stilstaan bij het punt inhoudelijk. In ieder geval de wethouder om een reactie. Dat was wat betreft agenda punt 3, het spreekrecht over de agendapunten. Dat brengt ons bij nummer 4, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Agenda punt 5, vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van 25 oktober, jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, ook nu niet. Dan kunnen wij die besluitlijst vaststellen, met dank. En dan komen wij bij de bespreekstukken. En zoals gezegd, op verzoek van uw raad, agenda punt 14 naar voren gehaald. Het voorontwerp bestemmingsplan verlening advies over de rijkwijd en detailniveau van milieu effectrapport plan MEF voor de uitbreiding van Plukon.
agendapunt 6. Ik kijk even naar de raad. Met uw goedvinden direct maar de wethouder vragen om een reactie nog even toe te lichten. Hoe het proces is gelopen en wellicht dat hij in kan gaan op datgene wat in is gebracht tijdens het spreekrecht. Het woord is aan wethouder Prinsen. Voorzitter, dank u wel. Ja, 2 weken geleden hebben we hier de inhoudelijke en zo af en toe wat een technische discussie gehad. Het proces wat hier gelopen is, is niet afwijkend van hoe we het altijd doen. De initiatiefnemer heeft een inloopbijeenkomst georganiseerd waarin ze hun plannen in verschillende borden hebben gepresenteerd. Bijna 1-op-1 aan mensen uit de omgeving, maar ook anderen. Ik ben daar ook zelf geweest. En daar konden mensen een opvatting ventileren. Ja, zo gebeurt dat vaker. En in sommige gevallen is het zo dat door opmerkingen van aanwezigen dat een plan daardoor wordt gewijzigd of dingen worden aangepast. En dat is in deze volgens mij niet gebeurd. Voordat Plukon met dit plan is gekomen, is er natuurlijk heel veel voorwerk gedaan. Dat heb ik ook de vorige keer even, en u heeft dat ook in de stukken kunnen lezen. Er is in eerste instantie een onderzoek geweest, zijn er wel mogelijkheden om uit te breiden op die plek? En dat kan als je voldoet aan bepaalde wet en regeling. En de compositie van zoals de gebouwen daar komen, is het resultaat min of meer toch van dat vooronderzoek. Ja, hoe positioneer je de gebouwen? Hoe wikkel je het verkeer af enzovoort? Dat zijn allemaal zaken die van invloed zijn op de normen zoals die in dat gebied zijn vastgelegd. De huidige milieuvergunning zoals die er ligt, ja, die is daarin toch wel leidend. Het moet eigenlijk binnen de ruimte die er in de huidige milieuvergunning zit, daarbinnen moet het gebeuren. Als je kijkt naar de huidige milieuvergunning, dan is nog niet op alle gebieden is daarvan de grens bereikt. Hè? De mogelijkheden die ze hebben in de milieuvergunning van nu, daar zit nog iets wat ruimte in. En als je goed naar het stuk kijkt, dan zie je ook dat wij vanuit de gemeente als overheid de kaders aangeven waarbinnen zij moeten acteren, waaraan zij moeten voldoen. En ze zullen dus elke keer aan moeten tonen dat ze daaraan voldoen. Dat geldt voor geluid. Ja, als blijkt dat er bepaalde woningen zijn die toch te veel geluid op de gevel hebben, het zij overdag, het zij 's nachts, zullen daar maatregelen voor getroffen moeten worden. Als het gaat om stankoverlast, en daar hebben we ook ervaring mee vanuit het verleden, de situatie van voor 2009, en dat is ook nog niet helemaal in 2009 rechtgezet, dat heeft nog even geduurd voordat men de juiste oplossing had voor het stankprobleem, en dat heeft ook langer geduurd dan ons lief was, maar uiteindelijk is dat opgelost. Ja, dus de initiatiefnemer, die moet bij de uitwerking van zijn plannen, en als er een deelplan wordt gepresenteerd hier om van een omgevingsvergunning te voorzien, dan zal er door deskundigen altijd gerekend worden, dat kan niet anders, dan rekenen, daar zijn modellen voor, zo werkt dat in dit land, ja, om te kijken, past het binnen datgene wat we met elkaar in de kaders hebben afgesproken. Zo zal het verhaal de komende jaren hier, want men gaat ook niet alles in één keer bouwen. Dat hebben we de vorige keer ook uitgelegd. We doen een plan MER, maar elk deelproject, en de heer Bak heeft daar toen nog een vraag over gesteld, daar heb ik u ook van antwoord voorzien schriftelijk, ja, om het heel precies te duiden. Elk deelproject wat ze doen, en de vraag van de heer Bak was, stel nu dat ze de kantoren eerst niet bouwen, maar wel een geluidsproducerende hal, dan nemen we in die berekening niet mee de hal die nog niet gebouwd is, maar dan zal dat deelproject, dat zal moeten voldoen aan de normen die we hebben gesteld. Dat kan zijn dat ze tijdelijk maatregelen moeten nemen met af, nou ik noem maar iets geks, een geluidsscherm of een geluidswal, om u even, ik weet niet of dat ook feitelijk straks zo gaat, maar om u even mee te nemen, wat de consequenties zijn van een planmer en dat je fasegewijs de zaken uitvoert. Ja, die inloopbijeenkomst, er werd gezegd, we zijn niet uitgenodigd. Ik wil me er niet achter verschuilen, want de initiatiefnemer was verantwoordelijk voor die inloopbijeenkomst. En mij is ter oren gekomen, maar dat kan foutieve informatie zijn, dat iedereen in de omgeving die onder de directe invloedssfeer ligt, dat die een uitnodiging heeft gehad.
kan zijn dat dat mis is gegaan, maar die informatie heb ik dus niet. Even kijken, ja, die afstanden. Daar heb ik de vorige keer ook gezegd. De VNG presenteert richtafstanden waarin iets moet voldoen. Als je niet aan die afstand kunt voldoen, moet je maatregelen treffen zodat je de leefbaarheid, het woongenot, op een dusdanige wijze krijgt, ja, zodat je voldoet aan wet en regelgeving. Dan zul je dus iedere keer aanvullende maatregelen moeten nemen. In een weiland, ver van iedereen vandaan, ja, zou Plukon veel minder maatregelen, geluidswerende maatregelen hoeven nemen dan wat ze nu moeten doen. Ze zullen dus, ja, elke keer zullen ze daaraan moeten voldoen. Ja, geluidsoverlast de afgelopen 7 jaar. Kijk, ik moet zeggen, het is bij mij niet bekend. Ik heb nog even nagezocht van wanneer is er een melding geweest dat er te veel geluid wordt geproduceerd. Vanaf 2009, dus met het verstrekken van de nieuwe vergunning, is er bij ons nooit iets binnengekomen, behalve de laatste weken, want er wordt op dit moment te veel geluid geproduceerd. Hoe werkt dat dan bij de gemeente? Wij gaan, nadat de vergunning is verstrekt, gaan we nadat de bouw, of delen van de bouw gereed zijn gemeld, gaan wij controleren of er uitgevoerd is, conform datgene wat is aangevraagd en die aanvraag moet voldoen aan de normen. Dat is onze controle. Als er daarna geen verzoeken komen van er wordt te veel, of geen melding komen, er wordt te veel geluid geproduceerd, dan gaan wij er, omdat de aanvraag, het realiseren van de aanvraag in overeenstemming was met de aanvraag en met de norm, gaan wij daar niet actief op in. Op het moment dat er een verzoek komt om handhaving, die ligt er nu, zullen wij een geluidsmeting moeten uitvoeren, gaan we een geluidsmeting uitvoeren, volgens de normen zoals die in dit land voor geluidsmetingen gelden. Ja, daar zijn normen voor. Ja, dat zullen wij dan ook altijd doen. Als het huidige niet voldoet aan het afgesproken geluid wat geproduceerd mag worden en de geluidsdruk op de gevels, dan zullen we daar met Plukon over in de slag moeten, want ze moeten daar aan voldoen. Ja, laat dat helder zijn. Maar als er nooit in 7 jaar tijd iets bij ons is binnengekomen, ja, dan is het hier niet gebruikelijk dat wij nog allerlei metingen gaan doen. Ja? Laat het helder zijn. Dat is wel gebeurd met stank. We hebben, nadat de vergunning is verleend, hebben wij Plukon een jaar de tijd gegeven om het stankprobleem op te lossen. En dat lukte niet binnen die termijn. Toen hebben we ze, nou, laat ik het diplomatiek zeggen, de wacht aangezegd. En toen hebben zij hele rigoureuze maatregelen genomen en ze zijn met een nieuw procedé wat ze net na die vergunning hadden geïmplementeerd. Daar zijn ze van afgestapt. Ze hebben alles eenmalig afgeschreven. Ze zijn met een heel nieuw procedé aan de slag gegaan. En dat is gelukt. Ja? Dus over geluid hebben we nooit iets gehoord. Over stank in het begin wel. En dat is opgepakt. En daar is ook wel wat druk van gemeentewegen bij geweest. Het vervolg, u spreekt hier over een voorontwerp bestemmingsplan. En u spreekt hier over de rijkwijde van de merg. U heeft ook in de stukken kunnen lezen wat er allemaal onderzocht gaat worden. En ik heb nog even een aanvulling gegeven over fijnstof, op verzoek van de heer Jonghans. Zat al in het vooronderzoek, maar moet nog wel even iets prominenter benoemd worden. Ja, dat is wat ik, zeg maar, u heb toegezegd. Maar het zat ook al in het onderzoek, alleen het bleek niet zo duidelijk uit het stuk. Dat gaat straks weer een periode ter inzage in. U geeft dat vrij voor de inspraak. Daar is inspraak op mogelijk. En dat komt hier terug. Eerst bij het college. Eerst wordt het MER-rapport enzovoort wordt natuurlijk opgeleverd. Dan maakt dat onderdeel uit van het bestemmingsplan. Dat komt hier bij u terug om daar uw definitieve oordeel over te vellen. Ja? Dat is de route. Dat staat ook in de oplegnotitie zoals u die bij het stuk heeft aangetroffen. Maar dat even in grote lijn. Ja, dank voor de zou de wethouder daar ook wat tijdslijn bij aan kunnen geven? Met name de laatste, wat betreft voorontwerp. Nou ja, kijk, ik heb niet helemaal zicht op hoe lang dat MER-onderzoek verder gaat duren. Ja, daar zijn wij, daar zal een MER-rapport voor opgesteld moeten worden. En dat is een verhaal wat gemaakt wordt door een bureau. En daarna gaat het naar de MER-commissie. Die daar zo'n oordeel over geeft. Ja, die termijnen heb ik niet helemaal in de hand. Maar als je ziet een procedure van. En daarna komt het nog weer in de inspraak.
Er worden reacties opgegeven. Die reacties moeten, er moet van onze kant weer een reactie opgeschreven worden. Dus je bent zo nog wel een tijdje kwijt. Ja? Het zou mij verbazen als wij in het eerste kwartaal dat hier lang zouden krijgen. Dat wordt het tweede of derde kwartaal, is mijn inschatting. Maar ik heb op dit moment geen ambtelijke ondersteuning. Omdat het een hamerstuk was, zeg ik ook maar heel eerlijk. Dus die zouden misschien iets nader kunnen duiden. Maar als u er behoefte aan heeft, wil ik dat wel meenemen. Ja? Maar het gaat nog een hele termijn overheen. Ja? Akkoord. Voldoende? De heer Gelling nog? Ja, even kort, voorzitter, omdat wij het ook op de agenda hebben willen plaatsen. Wellicht een afronding. Want ik denk dat iedereen hier begrijpt dat het een complexe aangelegenheid is. Ik denk ook dat zou de Plukon zich hier hebben willen vestigen, dat ze dat op een andere locatie hadden moeten doen. Hè. Het is natuurlijk een probleem als zoiets in de bebouwde kom of in de bebouwing gebeurt. Wij hadden ook bij de stukken niet het idee dat het onzorgvuldig is gebeurd. Wij vinden dat daar veel technische dingen in staan die wij wel als zorgvuldig bezien. Ik denk dat de wethouder duidelijk heeft gemaakt dat het inderdaad een voorontwerp betreft. Het zou ons wel een lieve deugd zijn als u in het vervolg voor de procedure en ieder in zorgvuldigheid zou willen meenemen in die procedure. Want ik geloof wel dat de rode draad in ieder geval van vanavond was dat er wel wat in de communicatie wellicht verbeterd kan worden. En ik denk dat dat wel iets is waar wellicht dan nog wat aandacht aan zou kunnen worden besteed in het vervolgtraject. Maar verder dank voor de reactie die u nog hebt willen geven op de insprekers van vanavond. Mag ik een korte reactie nog? Ja. Het is ook een ongelooflijk ingewikkelde materie als het over geluid en als het over stank gaat. Ja, en er zijn ook wel wat misverstanden van. Het lijkt net, ja, of het voor de buurt kan het net lijken alsof we niet een uitgebreide mer doen. Dat heb ik de vorige keer ook uitgelegd. En ik kan me heel goed voorstellen dat wij het proces gewoon nu even doorzetten. En het komt hier terug, u bent dus nog aan zet. Maar dat ik even een bijeenkomst met mensen uit de buurt organiseer. Waarbij we de technische onderleggers nog eens even heel goed met hun doorspreken. Hè? Dat ze ook de gevoel bij krijgen. En wat hun opstelling dan is, daar is iedereen vrij in. Maar het lijkt mij wel goed dat wij eens even een paar mensen bij elkaar zetten. Ja, en ik wil dat gesprek wel leiden om even goed uit te leggen van wat is nou de huidige vergunning? Hoe ziet dat eruit? En wat zijn de getallen die er nu bij ons onderhangen? En wat gaat er straks gebeuren? En wat betekent dat dan voor het milieu, om zo ook voor milieu en geluid, of milieu, geluid en stof en stank. Ja, wat betekent dat? En ik kan het niet anders duiden dan dat de uitbreiding, dat is nog tekentafelwerk. Ja, dat is altijd zo voorafgaand aan zo'n vergunning. Dus die toezegging wil ik graag doen. En ik zal morgen wel aan mijn medewerker vragen of hij contact op wil nemen met vertegenwoordigers uit de buurt. Dat we eens een bijeenkomst hebben om de technische inhoudelijke zaken nog eens even goed met elkaar door te nemen. Want ik kan me de ongerustheid heel goed voorstellen. Dan denk ik van nou, er wordt wel weer 2 hectare ingevuld. En wat betekent dat? Dus die toezegging wil ik met graag te doen. Akkoord. Mooie toezegging wat mij betreft inderdaad die hier gedaan wordt. Mevrouw Luiten nog en dan zou ik willen afronden. Ik heb nog 2 vragen voor de wethouder. Want ik kan me voorstellen dat u, het lijkt me sowieso heel goed initiatief als u een bijeenkomst organiseert om al die hele technische zaken toe te lichten. Maar ik denk dat het wellicht dan ook een goed idee is om aan de bewoners heel goed het proces nog een keer uit te leggen. En ook goed uit te leggen wanneer zij welke gelegenheden hebben voor inspraak, reacties, overleg en bezwaar. Want dat is bij dit soort grote processen ook nog alles wat onoverzichtelijk. En ten tweede zou ik u willen vragen of het mogelijk is om dat overleg tussen bewoners en Plukon op zijn minst van uw kant te stimuleren of een keer te organiseren. Want wellicht, ik hoorde met name ook meneer Hendrikman zeggen dat er best nog wel in overleg misschien dingen te organiseren zijn die die plannen van Plukon helemaal misschien niet zo in de weg zitten, maar waar de bewoners desondanks toch gelukkiger van zouden worden. Voorzitter, ik zal de opmerking die ik net gemaakt heb over de uitnodiging, zullen we ook bij Plukon neerleggen en kijken of Plukon aan hetzelfde overleg met een afvaardiging kan deelnemen. Dat lijkt mij 2 vliegen in 1 klap. Hm? Akkoord. Voldoende zo? Prima. Dan hebben we toch nog uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp, maar ook de tijd voor kunnen nemen om nog eens helder uitgelegd te krijgen en met elkaar daarvan gedachten over te wisselen. En volgens mij is het
nou, in ieder geval een stuk helderder geworden. En er ligt ook een concrete toezegging om met de buurt om tafel te gaan. En de afspraken worden volgens mij al binnenkort gemaakt. Daarmee zijn we nog steeds bij agenda punt 6 als bespreekstuk geagendeerd nu. Voldoende besproken, denk ik. En ik zou u willen vragen, is er nog behoefte aan een stemverklaring bij dit onderdeel? Dat is niet het geval. En dan is vervolgens de vraag, kunt u instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan plan MER voor de Plukon-locatie? CDA akkoord, ChristenUnie akkoord, GroenLinks, VVD akkoord, D66, Opkoers.nu en Partij van de Arbeid akkoord. Daarmee is dit voorstel aangenomen. En gaat verder de inspraak in. Brengt ons bij agenda punt 7. En agenda punt 7 is bespreekstuk normenkader 2016 ten behoeve van de accountantscontrole 2016. Dit onderwerp is rechtstreeks in deze raad gekomen. Het is geen oriënterende ronde geweest. Dus daarom is hij geagendeerd als bespreekstuk. En ik inventariseer of er behoefte is om dit te bespreken. De heer Dogger. Onwillekeurig keek ik in uw richting, merkte ik aan mezelf. Anderen nog? Dat is niet het geval. De heer Dogger, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zag u kijken. Ik denk, ja, dan moet ik waarschijnlijk mijn vinger maar even opsteken. Nee, het is eigenlijk een verduidelijkende vraag. Want er wordt gesteld een ondergrens te hanteren van 50.000 euro. En het is denk ik goed om even vast te leggen waar die ondergrens op gebaseerd is. Dat kan namelijk op het programmaniveau zijn, maar het zou ook op beleidsveldniveau kunnen zijn. Dus daar wouden we nog graag een toelichting op. Hoe dus die ondergrens waar die op gebaseerd is. Akkoord. De ondergrens die hier bepaald is 50.000 euro. Programma, beleid. Op welk niveau is die grens neergelegd? Zeg maar? Kijk even in de richting of het college daar zo een antwoord op weet. Of dat we daarop terugkomen. Hoor. Ik heb hem niet helemaal paraat. Ik heb ook geen ondersteuning hierbij, maar ik zorg dat u hem nog even krijgt. Het is een norm die wij al een hele tijd daarvoor hanteren. Op een gegeven moment heb je in een bepaalde grootte, een bepaalde grootte van bedrag gezegd, nou, tot hoever ga je daarmee? En deze hebben we neergezet, maar veel verder kom ik daar op dit moment even niet mee. Want het is natuurlijk gewoon een keuze, want je had hem ook hoger of lager kunnen zitten. Maar gezien het geheel van de begroting en de hoogte zou je zeggen van, het lijkt een hele redelijke, maar ik wil het nog wat preciezer nazoeken. Redelijkheid is natuurlijk altijd in verhouding tot. Ja. Als ik kijk naar, ik heb nog even de jaarrekening 2015 erbij gepakt. En dan, als je dan ziet waar de afwijkingen worden toegelicht, dan zit je toch met name op het niveau van het beleidsniveau. Dus wat dieper op in de begroting. En daar zou ik dan wel voor willen pleiten. En als u dat, die toezegging doet, dan kan wat mij betreft dat, kunnen we dit verder afhandelen. Akkoord. Ik zie niet waarom we dat nu anders moeten doen dan afgelopen jaar. Want volgens mij hebben we aan het hele beleidskader dit jaar niets veranderd. Akkoord. U krijgt dat nog even teruggekoppeld en dat vraag aan de hele raad toe. Mag ik daarmee concluderen dat we dit kunnen in stemming kunnen brengen? Stemverklaring niet het geval. Kunt u instemmen met dit voorstel? Dat is akkoord. Akkoord. Agenda punt 8, 9, de begrotingswijziging van de bestuursdienst Omme Hardenberg. Hetzelfde verhaal, dit is ook niet in de O-ronde geweest, maar komt nu rechtstreeks in deze raad. De behoefte om daarover het woord te voeren, dat is niet het geval. Stemverklaring ook niet nodig. Kunt u instemmen met dit voorstel? Alle aanwezigen hier, fracties aanwezig, stemmen in met de 9e begrotingswijziging voor de bestuursdienst. Akkoord. Agenda punt 9. Ondersteuning, algemene voorziening van de huishoudelijke hulp in Hardenberg. Behoefte om daar het woord over te voeren. Heer Brink. Kampel. Rijling. Mevrouw Hansen. Mevrouw Kloekhorst. Ik begin bij mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. U blijft even zitten, heeft u aangegeven. Ja. Dank u wel. De gemeente is opdrachtgever voor huishoudelijke hulp en daarmee verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg aan onze inwoners. Hierdoor zijn wij ook mede verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden van de uitvoerende beroepskrachten. Onze fractie was geraakt door de inspraak van mevrouw Timmer, waarbij aangegeven werd dat de werkdruk te hoog is en vroegsignalering hierdoor achterblijft. Zowel inwoners als beroepskrachten geven aan dat de huidige 2-uursnorm niet voldoet.
Wij zijn daarom benieuwd of en hoe deze norm terug gaat komen in de maatschappelijke aanbesteding. Kan de portefeuille hier nog een korte toelichting op geven? Het voorgestelde proces van sociaal contracteren vinden wij een spannende. Zowel met betrekking tot de kwaliteit van de te leveren zorg als voor de werkomstandigheden van de professionals. In de oriënterende ronde heeft de portefeuillehouder gezegd dat de prijsgestuurde aanbesteding niet meer leidend is. Ook is ons toegezegd dat de algemene voorziening samen met de participatieraad wordt vormgegeven. Dit stelt ons enigszins gerust. Signaleren waar het misgaat en waar het beter kan, is in deze onmisbaar. De nut en noodzaak van een sociale ombudsfunctie wordt hiermee onderstreept. Wij zijn zeer blij met de raadsbrede steun hiervoor. Door de inzet van kwaliteitsgestuurde aanbesteding, de actieve betrokkenheid van de participatieraad bij de vormgeving van de algemene voorziening en de onafhankelijke ombudsfunctie, geeft onze fractie voldoende vertrouwen in het realiseren van onze gezamenlijke ambitie voor een schoon en leefbaar huis. Wij zullen daarom ook meegaan met het voorstel om de algemene voorziening huishoudelijke hulp te continueren en blijvend financieel te ondersteunen. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Hansen. Van achter het spreekgestoelte. Ja. Dank u wel, voorzitter. De ombudsman is reeds door het PvdA, waarvoor dank ook voor het initiatief, benoemd. Dus die sla ik even over. Wij hebben onze zorgen uitgesproken over het wel en wee van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de huishoudelijke hulp. We verwachten van onze ouderen dat ze langer zelfstandig blijven wonen. Dat betekent dat zij ook meer zorg nodig hebben. Enerzijds wordt het opgevangen door de mantelzorgers, maar heel veel onderzoeken geven aan dat die zeer zwaar belast worden. Aan de andere kant zien we onduidelijkheden ten aanzien van de definitie, bijvoorbeeld schoon en leefbaar huis. We zijn dan ook blij dat er in samenwerking met de zorgaanbieders een pilot gestart wordt om deze begrippen nadere invulling te geven. En we zien ook graag op korte termijn uitkomsten van deze pilot. Ten slotte vragen wij nogmaals aandacht voor de positie van en de relatie met de participatieraad. Voor ons als raad een waardevol informatie- en klankbordorganisatie die ook door het college en het ambtelijk apparaat naar waarde geschat moet worden, waardoor wij ook de goede adviezen en informatie krijgen van deze raad. Daarbij wou ik laten. Dank u. Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Reiling. Zo, mijn lesnaar is weer schoon en leefbaar. Goed, met betrekking tot het onderwerp huishoudelijke hulp Harderberg blijven ons als VVD-fractie nog een aantal opmerkingen vragen over. Eerste vraag naar wethouders. De contractering volgens planning afgerond in maart 2017. Maar voor hoe lang sluiten we de contracten af? Of ik heb hem gemist of hij staat er niet in. Dus daar graag een concreet antwoord op. De tweede, uit de evaluatie blijkt dat extra compensatieaanvraag HHT plus arbeidsintensief is en dat de administratieve afhandeling nog niet goed verloopt. Hier zouden we graag in de volgende evaluatie een duidelijke kosten-batenoverzicht willen hebben. Als er veel geld verdampt in de administratieve verwerking en beoordeling, zouden we ons kunnen afvragen of we niet voor een andere methodiek moeten kiezen om ervoor te zorgen dat de beschikbare gelden wel komen waar ze moeten komen. De derde vraag in de oriënterende ronde heb ik gevraagd of de cliëntenevaluatie ook de groep is betrokken die geen voorziening heeft gekregen. Die zijn er niet in betrokken en in een volgende evaluatie lijkt het mij wel heel zinvol om ook die groep daarin te betrekken. Dat geeft een beter beeld. En dus het derde punt, en dat kan eigenlijk ook doorgetrokken worden naar het volgende agendapunt, dat is de betrokken participatieraad.
zonder formele verslaglegging, zoals de wethouder dat zo mooi zei 14 jaar geleden. Dat er een aantal zaken fout zijn gegaan is wel duidelijk. Ik heb een aantal alarmerende signalen ontvangen via de participatieraad die op 10 mei is geïnstalleerd. De wethouder heeft aangegeven dat hij binnenkort met de participatieraad in gesprek wil over de formele en de informele processen. Ons inziens is daar ook een rol weggelegd voor de gemeenteraad. Het lijkt mij klip en klaar dat bij voorstellen zoals we die nu behandelen, een onbewerkt advies van de participatieraad aan ten grondslag ligt. In dat advies zou er moeten staan hoe de participatieraad betrokken is geweest en de participatieraad zal dan op haar beurt wel aangeven of het voorstel toepasbaar, verdedigbaar en uitvoerbaar is. Ik deel de mening van de wethouder dat de participatieraad deel moet uitmaken van de gehele dynamische cyclus, beginspraak, inspraak en advies. Sorry voor de plagiaat. Laten we deze beginnersfouten die gemaakt zijn accepteren en op de juiste waarde weten in te schatten. Ik spreek de hoop uit dat er het leerproces van het college, de ambtenaren, de participatieraad en de gemeenteraad tot een eindresultaat mag leiden dat de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment wordt gegeven. Akkoord, dank. De fractie van GroenLinks, mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Huishoudelijke hulp heeft vanaf het moment dat de transities werden ingevoerd geleid tot vele vormen van discussie, hoogoplopende emoties, landelijk en lokaal, met heel veel zorg. Dat gaan we het goed doen. Volgens de fractie van GroenLinks heeft ik ben niet gewend om iets voor te lezen. Wat ons betreft heeft onze gemeente zich uitermate goed ingespannen met onze wakend oog erachter. Doen we het juiste op het juiste moment? En één ding is natuurlijk kristalhelder. Verandering is altijd lastig. Dat wil niet per definitie zeggen dat we dan ook het onjuiste hebben gedaan met elkaar. Het was goed om vorige keer in de oriënterende ronde de wethouder te horen zeggen dat kwaliteit ook betaald moet worden. Als je vraagt om betrokkenheid, om een stukje liefde zelfs, moet dat ook gekwantificeerd worden in een juist loon. En wij zijn geschrokken van het verhaal wat hier door mevrouw Timmer werd gegeven. En over de discussie wat de definitie is van schoon en een leefbaar huis. Ook daarin hebben wij voldoende vertrouwen gekregen in het antwoord van de wethouder dat we daar goed naar gaan kijken. Wij zijn altijd heel kritisch geweest als het gaat over het maatschappelijk domein en of we de juiste dingen doen en of we de juiste vragen stellen. Dit keer hebben wij het gevoel gehad dat wij met een goed vertrouwen de volgende stap gaan zetten. En ik hoop dan ook dat dat vertrouwen door de wethouder vast wordt gehouden in de verdere beleidsstappen die wij met elkaar gaan zetten. Dank, de heer Van der Grampel, de fractie van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de kern van dit voorstel is het continueren van de algemene voorziening, huishoudelijke hulp, zoals die per januari 2015 is gestart. Het college heeft bij de totstandkoming van dit raadsvoorstel naar onze mening goed gelet op drie wezenlijke aspecten, namelijk de recente jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, de evaluatie van de algemene voorziening en de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek WMO. De uitwerking hiervan in dit raadsvoorstel leidt bij de ChristenUnie tot de conclusie dat de algemene voorziening op zich in een behoefte voorziet, maar dat deze wel moet worden aangescherpt, verruimd en verbeterd. In het voorstel geeft het college aan dat te willen doen in samenspraak met de samendoenteams, de zorgaanbieders en de participatieraad. Ook zal hierbij nadrukkelijk de hoogte van de eigen bijdrage worden betrokken. Naar onze mening is dat laatste zeer terecht. In het kader van een goed en verantwoord minima- en zorgbeleid moet voorkomen worden dat de inkomensgroep tot 130% van de bijstandsnorm niet die gewenste ondersteuning kan krijgen vanwege de hoogte van de eigen bijdrage.
Voorzitter, ik wil ook nog even stilstaan bij de al eerder genoemde participatieraad. De fractie van de ChristenUnie maakt zich, net als die Reiling, ook bezorgd over het ontbreken van door de participatieraad uitgebrachte adviezen en reacties. Ook wij hebben daar in andere vergaderingen al op gewezen en sluiten dus aan bij de oproep van de heer Reiling om in gesprek te gaan. En wij als fractie van de ChristenUnie willen daar ook graag bij aansluiten. Afrondend, voorzitter, het raadsvoorstel over het continueren van de algemene voorziening huishoudelijke hulp en het inzetten van de daarvoor benodigde financiële middelen heeft de instemming van de ChristenUnie. Dank u. Dank voor uw bijdrage. Tot slot, de heer Brink. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, vanaf 1-1-2015 liggen er veel nieuwe zorgtaken op het bordje van de gemeente Hardenberg. En de huishoudelijke hulp is hiervan een onderdeel. En zoals mevrouw Van Hoek ook al zei, is de huishoudelijke hulp een punt wat vanaf begin af aan al gevoelig ligt. Niet alleen binnen onze eigen gemeente, maar ook zeker als we kijken naar bijvoorbeeld de landelijke media. We zijn als CDA dan ook erg blij met de aanpassing van de raadsagenda van vorige week. Waarmee de herziening van de huishoudelijke hulp en de transformatieagenda sociaal domein, waar we straks nog over komen te spreken, apart worden behandeld. Dit gaf ons de ruimte om de stukken goed te bestuderen en om als fractie de juiste afwegingen te maken. We willen daar graag onze dank voor uitspreken. En in mei van dit jaar, voorzitter, heb ik namens de CDA-fractie al vragen gesteld aangaande de huishoudelijke hulp. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Ik vroeg toen aan de portefeuillehouder wat de uitspraken voor gevolgen zouden kunnen hebben voor ons beleid in de gemeente Hardenberg. En de portefeuillehouder gaf aan dit nog niet te weten. Maar blijkbaar is de uitspraak toch een aanleiding voor het aanpassen van het huidige beleid. En daar zijn wij als CDA-fractie content mee. We willen immers graag dat onze inwoners de zorg krijgen die nodig is, waarbij we wettelijke kaders in acht nemen. Er wordt aangestuurd op een traject waarbij we samen met betrokkenen gaan kijken naar de definitie van een schoon en leefbaar huis. En zoals de portefeuillehouder tijdens de oriënterende ronde al aangaf, ligt die definitie voor zo ongeveer iedereen anders. Wij zijn dan ook ontzettend benieuwd naar de uitwerkingen van de voorstellen die volgend jaar op ons bordje terecht zullen komen. Wij wachten de startnotitie dan ook met heel veel belangstelling af. En hetzelfde geldt overigens voor de resultaten van de pilot die dan ook zullen gaan draaien. Maar wij zijn van mening dat huishoudelijke hulp samen met aanverwante zorg soms slimmer, efficiënter en minder kostbaar kunnen worden ingezet. Tot slot, voorzitter, toch nog een punt van zorg. En dit heeft alles te maken met onze inspreekster die 2 weken geleden insprak aangaande dit onderwerp. En zij gaf aan waar zij tegenaan liep in het dagelijks werk in het huishoudelijke hulp. En de knelpunten hadden met name te maken met uurnormen waarin zij haar werkzaamheden moet verrichten. Waarbij er minder aandacht voor de cliënt en signalering. Ook het uurloon waarvoor zij moet werken tezamen met haar collega's gaf bij ons een schrikreactie. En de portefeuillehouder heeft aangegeven dat niemand in dit land hoeft te werken voor een hongerloon. Dus wij zouden graag willen zien dat hij die uitspraak meeneemt in de aanbestedingsprocedure die volgend jaar zal gaan starten. Voorzitter, tot zover mijn betoog. Dank voor de bijdrage van de zijde van de Raad. Ik kijk naar de verantwoordelijke portefeuillehouder, de heer Prinsen, om nog te reageren op een aantal vragen, opmerkingen die zijn gemaakt, onder andere over de aanbesteding, de participatieraad, etc. Voorzitter, huishoudelijke hulp. Om maar gelijk een misverstand uit de wereld te helpen. Dat is, de CDA-fractie zegt dat die het goed vindt dat de uitspraak die er geweest is in zaken huishoudelijke hulp, zeg maar voor heel Nederland, dat dat voor onze aanleiding is geweest om de zaak te veranderen. Dat is dus niet zo. We hebben uitsluitend de verordening aan moeten passen om zaken te borgen, hè? En een van de zaken die er ook speelt, dat is een schoon en leefbaar huis. Ja, dat moet je wat beter omschrijven. Je moet ook de tegemoetkoming in financiële zin, die moet je ook in de verordening opnemen. Dat zijn zeg maar de wat technische onvolkomenheden. Maar huishoudelijke hulp, zo zie ik hem, is een Hardenbergse zaak.
Tuurlijk zijn er wettelijke normen. Tuurlijk moet het in een WMO-voorziening ondergebracht zijn. Maar als wij willen dat van het voorraam tot het achterraam elke week gepoetst wordt, dan vinden wij dat. Ja? En het is voor ons ook een Hardenbergse zaak geweest om quiz opdracht te geven. Zoek nou eens voor ons uit. Hoe zit het met degene die net boven die 110% van het minimuminkomen zit? Hoe zit dat met die eigen bijdrage? Veroorzaakt dat mensen geen diensten meer afnemen? Ja. Dus het is niet het initiatief op basis van datgene wat er in de uitspraak van de rechter is geweest. Het is een pure Hardenbergse zaak. Het is uw zaak en het is mijn zaak. Het is de samenlevingszaak. Zo zou ik dat willen verwoorden. Dus, ja, ja, voorzitter, toch even kort. Sorry dat ik me onderbreek, meneer de wethouder. Maar ik lees toch echt in het stuk, en dan citeer ik even letterlijk uit het stuk. Er zijn nieuwe landelijke en lokale veranderingen die gevolgen hebben voor de wijze waarop wij de huishoudelijke hulp nu geregeld hebben. Denk aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de reismiddelen voor de huishoudelijke hulptoelagen die structureel zijn geworden. Nou, dan. Dus ik ben even in verwarring nu, dus graag toelichting daarop. Ja, nee, maar er is niet een één-op-één verband met de uitspraak van de rechter dat wij onze huishoudelijke hulp, dat we die niet op de goede wijze zouden aanbieden. Ja? Het zit hem puur in verordeningszaken. Een van de zaken die speelt, we hebben toen een toelage gekregen van 378.000 euro. En dat was met name bedoeld als werkgelegenheidsinjectie. Dat hebben wij ingezet om de tegemoetkoming op een bepaald niveau te houden. Dat heeft er wel voor gezorgd dat we met die tegemoetkoming door kunnen gaan. Dus huishoudelijk hulp kunnen blijven aanbieden volgens een algemene voorziening. En we kunnen de tegemoetkoming, die kunnen we gestand doen. Omdat dat nu vast budget is geworden. Maar mijn gevoel, en misschien zit ik dan wel te veel op mijn gevoel zegt me, we hebben ons in deze niet laten leiden door een gerechtelijke uitspraak, dan alleen maar de verordening aan te passen, zodat je verordeningstechnisch de zaak op orde hebt. Een ander misverstand, voorzitter, is de 2 uur. Ja, de 2 uur waarmee cliënten schermen, maar dat hebben ze niet van zichzelf, want dat wordt nog door heel veel aanbieders gepredikt. Ja? En wij hebben steeds gezegd, de aanbieder gaat met de cliënt, of de cliënt bepaalt eerst zelf wat hij onder een schoon en leefbaar huis verstaat. Zoekt daar een aanbieder bij, dat uit de gecontracteerden, de 5 gecontracteerden, en komt tot een aantal uren. Wat de aanbieder heeft gedaan, die heeft gezegd, als je nou kijkt naar de tegemoetkoming die de gemeente geeft, dat is 75 euro, heb je een heel laag inkomen, kun je er nog 100 euro bijzondere bijstand bij krijgen. Dus als je voor 2 uur gaat, dan heeft u maar een eigen bijdrage van 25 euro. Dat is vergelijkbaar met datgene wat u in het verleden betaalde onder het oude regime. Ja, daar betaalden heel veel mensen 17,80 euro als ik goed geïnformeerd ben. Ja, en dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. En daar hebben we ook heel vaak over gesproken met name de grote aanbieders. Dat zij niet zo op die 2 uur moeten sturen. Ja? In sommige situaties, ik ken situaties bij nieuwe cliënten, waar het in 1,5 uur kan. Want mensen zeggen van nou, in 1,5 uur kan ik en de rest van de dingetjes die we wel belangrijk vinden, die doet mijn omgeving wel. Ja? Dus laten we even een beetje buiten die urendiscussie blijven. Wat we ook gezien hebben, is dat als mensen het niet redden in die 2 uur, ja, en dat was dan met name financieel gestuurd, en we zeiden hier ontstaat toch een onhoudbare situatie, hebben wij een maatwerkvoorziening aangeboden. In 10% van de gevallen, we hebben zo'n ruim 700 gebruikers van de dienstverlening van huishoudelijke hulp, zo'n 10% daarvan, dat 78 om precies te zijn, heb ik uit de stukken gehaald, hebben een maatwerk. Die krijgen dus extra ondersteuning bij het huishouden. Nou, dat willen we straks toch wat anders gaan doen, want dat is een vrij dure voorziening. We willen vanuit een definitie die cliënten, aanbieders, wij van de gemeente, tot een definitie komen die gedragen wordt. Schoon en leefbaar huis. En met die definitie in de hand worden er contracten gesloten tussen de cliënten en de aanbieders. En de aanbieder, die kiezen ze zelf uit de partijen. Want we moeten wel, omdat het een WMO-product is, moeten we wel zelf een aanbesteding organiseren. Dus er komen een
vijf, zes, zeven, weet ik veel hoeveel aanbieders komen eruit. En de cliënt sluit met een van die aanbieders het contract. En daar hoort ook een prijsstelling hoort daarbij. Dus ook een eigen bijdrage en van onze kant een tegemoetkoming. Ja, dat is eigenlijk de situatie waar we naartoe willen. Waarbij we een paar dingen in elkaar proberen te smeren. Dat we misschien de algemene voorziening wat uitbreiden. Om zo een beetje buiten de maatwerkvoorziening te blijven. Ja, dat is de gedachte die erachter zit. Mag ik nog even reageren, voorzitter? Als u een verduidelijkende vraag heeft. Nou, het gaat even om die twee uursnorm. De reden waarom wij hem genoemd hebben is... U geeft een keurige uitleg van hoe wij willen dat het geïnterpreteerd wordt. Maar zowel door de uitvoerende professionals als de mensen... en waar dat dan misgaat in de ketting, dat kunnen we misschien niet helemaal achterhalen... bestaat de indruk, of misschien wordt dat wel zo verteld... dat je recht hebt op 2 uur en niet meer. Nee. En mevrouw Timmer zei het ook in haar uitleg van... ik heb maar 2 uur en ik heb geen tijd meer voor vroegsignalering. Nee. En dat geeft iets weer van hoe het gecommuniceerd wordt... naar de mensen die het werk moeten doen en de mensen die de zorg krijgen. Ja. En dat zou ik wel veranderd willen zien als er gesprekken over die aanbesteding gaan plaatsvinden. En ik zou hem ook zo willen formuleren. Het is ons bij de aanbieders niet gelukt om dat goed tussen de oren te krijgen. En bij de aanbieders is het niet gelukt om dat goed bij hun werknemers tussen de oren te krijgen. En dat, wij zitten daar zelf bij, dus we kunnen in deze ook gewoon wel naar onszelf kijken. Dat we zeggen, dat hadden we dus op dat punt misschien toch anders moeten doen. Wat je ook ziet, is dat bestaande cliënten, ja, dat is de categorie die dus gewend was vanuit het oude systeem, een wat andere urenaantal krijgen, dat onder de bestaande cliënten het meeste zorg wordt geuit van, we redden het niet. Onder nieuwe cliënten merken we dat veel minder. Dat is ook logisch, want die hebben nog nooit de ervaring van het verleden gehad dat het allemaal ruimer was. Goed. De contracten, die worden in principe voor 1 jaar gesloten met de mogelijkheid van verlenging. En we willen flexibiliteit dan als dingen weer aangepast moeten worden, als dingen moeten veranderen, moet je altijd heel goed kijken, mag dat onder het bestaande contract, mag dat onder de bestaande aanbesteding. Want we willen wel die flexibiliteit houden. We willen kunnen sturen. Ja? En als je op enig moment denkt van nou, dit is toch wel de wijze van werken waar we content mee zijn. En dan we, dat is de cliënt, de participatieraad, wij als gemeente enzovoort. Dan zou je dat voor een wat langere termijn kunnen verlengen. Maar in principe gaan we in eerste instantie voor 1 jaar. Dat is de informatie die ik hierover kan geven. Ja, die administratieve afhandeling, die... Ja, niet om nu bij ons weg te schuiven, maar wordt toch voornamelijk veroorzaakt door de zorgaanbieder. En dat is niet een verwijt richting de zorgaanbieder, maar die hebben met tig gemeenten te maken. En iedereen heeft toch wel zijn eigen systeem, hoe facturen moeten worden aangeleverd, hoe een en ander moet worden verwerkt. En daar hebben wat grote organisaties, ja, en zonder namen te noemen, heeft u er vast wel een voorstelling bij, hebben daar wel heel veel moeite gehad om op tijd hun facturen aan te bieden. En dat betekent voor ons, als er ook nog een controleslag overheen moet, dat in sommige gevallen het met tegemoetkomingen naar burgers toe wel eens vervelend liep. Als je in januari start en je krijgt in mei van sommige organisaties pas de eerste facturen, ja, terwijl we er wel steeds achteraan zitten. En nogmaals, dat is niet een verwijt, maar met zoveel gemeenten heb je ook zoveel verschillende systemen. Dus die kosten-batenanalyse. Kijk, als het structureel wordt, ben ik het met de VVD-fractie eens. Moet je maar eens een analyse maken of je het niet echt anders moet gaan organiseren. Ja? Maar ik zou nu willen zeggen, van laten we het verloop dit jaar in ieder geval nog eens even goed volgen. En als er nog van dit soort, dat het gaat ogen als structureel, dan moeten we daar zeker op anticiperen. Want het zou zonde zijn dat er te veel geld in de administratie gaat zitten die we liever ergens anders voor hadden besteed. Over de participatieraad zal collega De Vent straks nog ingaan. En inderdaad, wij moeten bij de aanbesteding moeten we ons ook goed de rekenschap geven. En misschien moeten we daar wel open contract afspraken maken. Dat wij aangeven wat wij vinden van het huurtarief van degene die daar de zorg verleent. Ja? Dat kan. Je kunt in dat soort nieuwe contractvormen kun je dat als eis meegeven. Ja? En daar zullen we ook met de aanbieders
over gedachten moeten wisselen, van over gedachten moeten wisselen om ja, daar ook een beetje grip op te krijgen. Maar dat soort open contracten zie je in andere branches ook. En waarom zou dat hier niet kunnen? Voorzitter, ik heb dacht ik de vragen wel beantwoord. Akkoord, dan blijft nog een vraag liggen rondom de participatieraad. De heer De Vent. Dank u, voorzitter. Volgens mij heb ik ook de vorige keer bij de behandeling in de oriënterende ronde nadrukkelijk ook aangegeven hoeveel belang wij hechten aan een goede, stevige participatieraad. Dat we nog wel met elkaar wat op zoek zijn, zeg maar, naar hoe duiden we elkaars rollen en op welk moment betrekken we de participatieraad bij de stukken. En er gebeurt natuurlijk op dit moment van alles rondom het sociaal domein, de transformatieagenda. Nou, u hebt net behandeld het heel bij het huishouden. En we hebben ook gezegd, waar in dat traject sluit men aan? En als het nu gaat bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, hebben we ook gezegd dat het heel erg interessant is voor de participatieraad om vanaf het ontwerptafel bij de hulp bij het huishouden te zitten. Dus als er straks sprake is van een aanbesteding, denk dan ook mee, zeg maar, in die aanbesteding over wat de participatieraad van belang vindt. En zo zijn we aan het uitlijnen, en dat heb ik volgens mij ook de vorige keer gezegd, hoe wij de participatieraad willen positioneren, zeg maar, in beleidsvorming en beleidsvoorbereiding. En daarover vindt ook binnenkort een gesprek plaats met de voorzitter van de participatieraad. En het lijkt me goed om die onduidelijkheid ook weg te nemen, anders komt die vraag ook voortdurend terug, dat wij u daar ook over informeren, hoe we precies het proces zien. Zodat u ook weet hoe wij dat in de toekomst willen gaan doen. Dus ik ga er vanuit de participatieraad komen op heel veel momenten, maar wel op de goede momenten in beeld bij alle stukken die het sociaal domein betreft. Akkoord, dank u wel voor de beantwoording ook. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik kijk rond. Dat is niet het geval. Dan wou ik voorstellen in stemming brengen. Is er behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Kunt u instemmen met agendapunt 9, ondersteuning algemene voorziening, huishoudelijke hulp Hardenberg, CDA-fractieakkoord, ChristenUnie-akkoord, GroenLinks, VVD, D66, op koers.nu, Partij van de Arbeid, akkoord. Voorstel aangenomen. Agenda punt 10, de transformatieagenda sociale domein met de toekomstige ontwikkelingen over samen doen. De behoefte om daarover het woord te voeren. Van de Hoek, Krampel, de heer Brink, anderen nog, mevrouw Kloekhorst. De heer Brink. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de zorgtaken die nu bijna 2 jaar op ons bordje liggen, zorgden in het begin voor best wel een beetje wat spanningen. Krijgen mensen wel de goede zorg, ondersteuning en voorzieningen die ze nodig hebben? En hebben wij die ondersteuning als gemeente goed georganiseerd en valt er niemand tussen wal en schip? Allemaal terechte vragen. En als we terugkijken, meneer de voorzitter, dan kunnen wij niets anders doen dan constateren dat hoewel er hier en daar wel wat aanpassingen zijn gedaan, de transitie geslaagd is. En dat is mooi. Namens de CDA-fractie wil ik bij deze nog mijn complimenten uitspreken richting alle betrokkenen. Maar nu is de transitie geweest en ligt de transformatie voor ons. En om dit proces in goede banen te leiden, is er een transformatieagenda opgesteld die wij hier vandaag in dit huis bespreken. Ik heb in de oriënterende ronde al aangegeven dat het stuk vooral beschrijft wat we gaan doen, maar minder hoe we dingen doen. En meer fracties hebben hier vragen over gesteld. We zijn blij met de toezegging van de wethouder op het gebied van effectmeting en een algemene evaluatie die nog deze raadsperiode plaats zal vinden. Zodat we met elkaar kunnen vaststellen dat we het goede doen en dat daarmee de transformatie gerealiseerd wordt. In tegenstelling tot een transitie is een transformatie een continu proces. Samen met elkaar werken aan het slimmer inzetten van zorg. Met als doel zorgen dat mensen die een zorgvraag hebben, de zorg krijgen die ze nodig hebben. En die aangeboden wordt op de tijd waarin we nu met elkaar leven. We zijn dan ook blij met het inzetten van zowel structureel als incidenteel geld. We vragen ons alleen wel af of het incidentele geld aansluit bij de periode die zijn beschreven in het raadstuk, of dat die toch terug zou moeten naar 2 jaar,
waarmee die aansluit bij de evaluatie. En mede daarom ondersteunen wij een amendement die straks door onze collega's van de ChristenUnie ingediend zal worden. Voorzitter, ik sluit af met waar wij ongeveer 2 jaar geleden mee begonnen zijn. Want in een van de eerste raadsvergaderingen waarbij ik aanwezig mocht zijn als raadslid, spraken wij ook over het sociaal domein en viel de kreet bouwen aan vertrouwen. En voorzitter, we zijn aan het bouwen en het stemt onze fractie tevreden. Wij zullen dan ook van harte instemmen met het plan en wensen alle betrokkenen veel succes met de uitvoering van de transformatie. En we laten ons graag informeren over de voortgang en zien een procesvoorstel hierover met heel veel belangstelling tegemoet. Tot zover. Dank voor de bijdrage van het CDA. Ik ga naar de heer Van der Gampel, fractie van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. De transities in het sociaal domein zijn nagenoeg gerealiseerd en het is nu zaak de aandacht te richten op transformatie en doorontwikkeling. In dit raadsvoorstel neemt het college de raad op uitgebreide wijze mee in de ontwikkelingen en de dossiers die het de komende jaren wil realiseren. Een en ander samengebundeld in de transformatieagenda. Een agenda, voorzitter, die inhoudelijk gezien geheel onze instemming heeft. In de oriënterende ronde hebben wij vragen gesteld over het meten van effecten zoals in de transformatieagenda vermeld. Hierop heeft de portefeuillehouder positief gereageerd door toe te zeggen om van zijn kant met een procesvoorstel te komen. Kan de portefeuillehouder nog aangeven wanneer wij dit voorstel kunnen verwachten? Ons tweede punt had betrekking op de evaluatie van het beleidsplan Samen Doen uit 2014. Ook hier is een toezegging gekomen om dit begin 2018 dus nog in deze raadsperiode te doen. Voorzitter, wij zien het belang van de transformatieagenda, waardoor wij ook mee kunnen gaan in het voorstel om structureel een bedrag van ruim 5 ton in de begroting op te nemen, waardoor er sprake is van continuïteit in algemene zin in het sociale domein en bij de uitvoering in het bijzonder. Anders ligt het bij het voorstel om 3-jarig incidentele middelen beschikbaar te stellen. Wij stellen voor om dat terug te brengen tot 2 jaar. Door het 3e jaar incidenteel op dit moment niet toe te kennen, kunnen we optimaal en flexibel inspelen op de uitkomsten van de evaluatie en de actuele situatie van dat moment. En sluiten we anderzijds aan bij de in het raadsvoorstel genoemde argument om de BOH te prikkelen tot doorontwikkeling en het maken van efficiëntieslagen. Hiertoe hebben wij een amendement voorbereid dat mede wordt ingediend door de fracties van CDA, Partij van de Arbeid, VVD, D66 en GroenLinks, waarvan het dictum luidt: het beslispunt 2. Bij de begroting middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de transformatie, conform bijgevoegde agenda, te wijzigen in: bij de begroting middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de transformatie, conform bijgevoegde agenda, met dien verstande dat de incidentele middelen voor 2019 niet eerder beschikbaar worden gesteld dan nadat de evaluatie van het beleidsplan Samen Doen aan de Raad is voorgelegd. Goed, dank u wel. Dit amendement over de looptijd incidentele investering gaat de onderdeel uitmaken van de aanslag. Dank u. En tot zover mijn bijdrage. Ja. Prima. Dank u wel. Mevrouw Van der Hoek, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. We zijn ooit de transities ingegaan en hebben onze inwoners en organisaties gevraagd om mee te werken aan een transitie. En gelijktijdig hebben we een uitdaging neergelegd waarbij we gezegd hebben: gaan we ook starten met transformeren. Je hebt er een beperkte tijd voor, want het moet bezuinigd worden. En het is uw kans om te kijken hoe we het systeemdenken om kunnen zetten naar beter werkend, efficiënter, meer klantgestuurd, etc. En nu ligt hier voor ons een transformatieagenda voor ons.
Het werd hoog tijd. Ik kan van alles gaan zeggen over wat wij van GroenLinks ervan vinden en het meeste is door de andere fracties al gezegd. Een van de dingen die bij ons ontzettend voor aanstaat is dat toekomstbestendig beleid ook zegt dat wij dus moeten transformeren en zo snel mogelijk. Deze agenda laat zien dat we goede stappen zetten. Het geeft ons ook vertrouwen en stemt ons ook gerust dat er goed gekeken is naar hoe de keten in elkaar zit en waar dan eventueel de blinde vlekken zouden gaan zitten in de uitvoering van dit transformatieplan. Als dat een sluitend geheel zou worden, dan doen we denk ik uiteindelijk precies waar we naartoe zouden willen. Niet geld gestuurd, maar vanuit zorg gestuurd met een goed beleid. Dank voor de bijdrage. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt de transformatieagenda een goede richtlijn om de ontwikkelingen in het sociaal domein integraal te verbeteren. Het verbinden van diverse beleidsterreinen in de uitvoering is een complexe opdracht, waarbij ook de verbindingen tussen de lokale en regionale visie meegenomen moet worden. Niet alleen voor de inkoop van zorg, maar ook voor brede maatschappelijke thema's zoals armoede. De landelijke herinrichting van de zorgstructuur is een lange termijnopdracht, waarbij de gevolgen nog zeker 3 volgende raadstermijnen zichtbaar en merkbaar zullen zijn. Nu, na amper 2 jaar, begint er steeds meer zicht en grip te komen op zowel de vraag als het aanbod van zorg. Maar ook blijkt dat de transformatie bij zorgaanbieders nog te abstract blijft en dat vooral bij inwoners onrust bestaat over de soms heftige veranderingen in het sociale domein. Goed beleid kan door verkeerde zorginkoop of wettelijke wijzigingen ineens niet meer aansluiten bij de behoeften. Onze fractie wil meer ruimte voor transformatie op lokaal niveau, waarbij beleid ondersteunend is en niet knellend. Ook willen we dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn in het sociale domein, mede om in te kunnen spelen op de soms grillige ontwikkelingen, ook binnen het politieke klimaat. Onze fractie heeft daarom meerdere keren gepleit voor reserves voor het sociale domein, maar vond daarvoor helaas geen meerderheid. Vandaag zullen wij vanzelfsprekend instemmen met het beschikbaar stellen van de gevraagde middelen voor de uitvoering van de transformatie. In de transformatieagenda wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de doorontwikkeling van samen doen. Zowel op het gebied van organisatiestructuur als in de inhoudelijke uitvoering van werkzaamheden en de toegang. Dit is niet alleen een investering van de gemeente, maar vraagt ook een investering van onze kernpartners in de teams. De portefeuillehouder heeft ons in de oriënterende ronde toegezegd dat alle kernpartners van Samen Doen de ambities van de transformatieagenda onderschrijven en dus ook kritisch kijken naar de korte en lange termijn doelen. Hierbij vindt onze fractie het belangrijk om te benadrukken dat de Samen Doen teams voor ons geen doel op zich zijn, maar een middel om de toegang tot zorg in onze gemeente vorm te geven. Wij zijn tevreden met de toezegging om het huidige beleid nog deze raadsperiode te evalueren en waar nodig aan te scherpen of te wijzigen. Tot slot zou onze fractie graag op de hoogte gehouden willen worden over het gebruik van de onafhankelijke individuele cliëntondersteuning in Hardenberg. Prima, dank voor de bijdrage van de zijde van de raad. Er ligt een amendement, ingediend door de ChristenUnie, gesteund door CDA, VVD, D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ik weet niet of er nog behoefte is om daar nog nu al op te reageren of dat eerst even naar de wethouder gaan. Ik denk dat het goed is om eerst de reactie van de wethouder even te horen op dit amendement. De heer De Vent, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Mooi om te ervaren dat u de onderwerpen in de transformatieagenda onderschrijft. En het zijn wel geteld 14 onderwerpen, maar liefst, waar we de komende jaren richting en inhoud en vorm aan willen geven. En wat ik mooi vind om te ervaren, wat ook de heer Brink zei, is de transitie hebben we nu afgerond. We hebben echt 2 jaar heel lang en heel hard aan gewerkt. Heel veel herindicaties, nieuw beleid, nieuwe organisaties. Ga er maar aan staan, zou ik willen zeggen. En dan is 2 jaar
relatief een korte periode. Want transformeren, dat is nogal iets anders dan transitie. En ik weet dat wetenschappers daar verschillend over denken, over de lengte van transformeren. Maar als we het hebben over de termijn, is dat moeilijk vooraf te duiden. We hebben wel gezegd, we nemen dat niet meer tijd voor dan nodig is. Maar doe het wel zorgvuldig met elkaar. En je hebt elkaar daar wel bij nodig. Dus wij gaan met vol goede moed morgen weer aan de slag, zeg ik dan maar, met die transformatieopgave die we hebben. Samen met al die partners, wat mevrouw Kloekas ook nadrukkelijk zei. Dat doen we rondom deze agenda, maar ook de individuele afzonderlijke agenda's. Want morgen vindt u in uw stukken een startnotitie rondom sociaal ondernemen. Daar ziet u ook de verbinding die wij zoeken met die partijen die daarbij betrokken zijn. Maar ook met de participatieraad. Waar we dat vanaf moment nul willen gaan opbouwen. Dus vanaf de tekentafel samen met u, met de participatieraad, met maatschappelijke organisaties willen vormgeven daaraan. Dat is transformeren. Dat is ook loslaten, vertrouwen en met elkaar zoeken naar een weg. Een weg die past bij de Hardenbergse situatie. Ik ga in, voorzitter, op de korte vragen die nog gesteld zijn. Ik heb inderdaad de vorige keer aangegeven wat de heer Brink als heer Van der Grampel zei, om te komen met een procesvoorstel rondom de monitoring. Dat zal in het begin van het jaar zijn, volgend jaar, uiterlijk februari, kom ik daar bij u op terug. Daarin willen we ook meenemen natuurlijk de landelijke monitor, hè, waar staat je gemeente, om met elkaar die informatie ook bij elkaar te brengen, zodat u goed zicht heeft op, nou, waar staan we nu eigenlijk als gemeente? Hoe sociaal zijn we? Hoe staat het met onze voorziening? En dat kunnen we dan ook realiseren. Dat wordt nu uitgelijnd, dat proces, en dat komt dan op vrij korte termijn naar u toe. Bouwen aan vertrouwen, zei u, dat vind ik een mooie uitspraak. Meneer Van der Grampel, ik kom straks even in op het amendement. De effectmeting heb ik zojuist iets van gezegd. En over de evaluatie kom ik zo nog te spreken. En wat mevrouw Van der Hoek zei, denk ik, is inderdaad vraaggericht, zorggericht, niet altijd geldgericht. En dat wel een belangrijk uitgangspunt is, ook bij het bouwen, zeg maar, straks misschien wel aan wellicht van nieuwe voorzieningen. Wat is nou noodzakelijk, wat is nodig om iemand de volgende stap te kunnen gaan maken? Mevrouw Kloekhorst, transformatie op lokaal niveau, denk ik dat een belangrijk uitgangspunt is. Want u heeft zelf gemerkt in de afgelopen maanden, waarin we regelmatig over de thema's binnen het sociaal domein met elkaar gesproken hebben, dat als je niet oppast, regionalisering ook weer gaat plaatsvinden. Omdat de opgave, de complexiteit van een bepaald onderwerp vraagt ook om regionale schaal. Nou, we hebben altijd gezegd, als dat mot, dat mot had, maar we willen wel onze eigen lokale kleur eraan willen blijven geven. Dus ik ben het van harte met u eens, om wel die lokale kracht, dat als uitgangspunt, te pakken voor de vorming van beleid. En dan nogmaals samen met de partners waarmee we al jarenlang vertrouwd samenwerken. En uw vraag rondom onafhankelijke cliëntondersteuning, ik denk dat we daarover ook volgens mij de vorige keer al iets gezegd hebben. Daarmee komen we terug. We merken dat het nog voor veel mensen nieuw is. Er wordt nog niet altijd gebruik van gemaakt. Dat vragen ze ook of dat moet. Want als de weg goed geplaveid is, zeg maar, naar de samen doen team, zeg ik altijd. En iemand maakt bijvoorbeeld ook gebruik van mantelzorg, hè, bij een eerste gesprek. Dan is het ook niet altijd nodig om onafhankelijke cliëntondersteuning te hebben. Dus we zoeken ook wel even, maar waar zit dat precies? Daar kom ik op terug. Ik ga naar het amendement met u goedvinden. Ja, we hebben in ons planvorming ook gezegd, ja, we gaan voor de 3 jaar termijn, hè, dus cyclus van 3 jaar ook weer voor samen doen. Als ik kijk naar de beleidsmatige vertaling, 2020 bijvoorbeeld, de komst van beschermd wonen, een grote, complexe opgave die voor ons staat, ook met die horizon. Kijk naar de jeugdhulpontwikkeling, visieontwikkeling, dan is ook 2019 best wel een intensief en spannend jaar. Daar gaan we natuurlijk vanaf morgen aan werken. Dus er ligt nou al een opgave voor ons. En die stopt niet in 2018. Absoluut niet. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat u zegt, wij willen ook graag in deze periode met deze raad weten hoe
hoe het is gegaan. 2015, 2016, 2017. Zodat u ook uw eigen afweging kunt maken middels een evaluatie. En dat u dan ook zegt, nou, wij willen ook als dan nog een keer zien hoe wij die middelen beschikbaar gaan stellen. Dus in dat opzicht, voorzitter, kunnen wij instemmen met het amendement onder één opmerking. Dat staat bij de begroting vaststellen, maar die hebben we gisteren volgens mij gehad. Dus dan is het conform de begroting, dat zou moeten zijn, dit vaststellen. Ik dank u voor het door uw ingezegde vertrouwen. Ik breng het ook over op de organisatie. En laten we met elkaar ook zorgen dat we dichtbij blijven. Dat geldt voor u als raad, dat geldt voor participatieraad. Dat we met elkaar samen moeten doen. En ik nodig u ook van harte uit om ook met de samen doen teams in gesprek te blijven. Zodat u ook weet wat er dagelijks leeft en speelt in de mooie praktijk van Hardenbergse samen doen. Ik dank u wel. Akkoord, dank u wel. U kunt dit amendement steunen. Ik kijk even, is er behoefte aan een tweede termijn? Reactie nog? Mag ik het amendement in stemming brengen? Er wordt nog even textueel gekeken. Want inderdaad, de begroting is gisteren inderdaad vastgesteld. Het voorstel van de wethouder zou ik op zich willen overnemen om te zeggen conform de begroting zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Zo zou die dan eigenlijk moeten lopen. Conform de begroting zijn middelen beschikbaar gesteld inmiddels. Daar kan ik mee instemmen, voorzitter. Ja. Gelukkig. Dat is mooi. Zoals gezegd, dan gaan we eerst stemmen over het amendement en dan over het voorstel zelf. Het amendement wordt gesteund, zoals gezegd, door een groot aantal fracties. En opnieuw kijk ik in de richting van Op Koers nu als fractie om het verlossende woord te geven. De heer Kloekost. Voorzitter, geheel in de traditie van gisteravond steunen wij het amendement. Akkoord. Daarmee krijgt dit amendement raadsbrede steun en is aangenomen en gaat uitgevoerd worden als zodanig. Het voorstel zelf, de transformatieagenda, sociaal domein en de toekomstige ontwikkelingen, waardering vooruitgesproken ook van de zijde van uw raad. Nou, wethouder heeft al aangegeven dat mee te nemen. Kunt u instemmen met dit voorstel? Dat is akkoord. Algehele stemmen aanwezigen hier. Voorstel aangenomen. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Agenda punt 11 ben ik dan. Onderhoud voor de gemeentelijke gebouwen. Is er behoefte aan de stemverklaring? Dat is niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Dat is akkoord. Akkoord. Agenda punt 12. Het convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijk opvang van de centrumgemeenteregio Zwolle. Geen stemverklaring nodig. U kunt instemmen met dit voorstel. Akkoord. Akkoord. Agenda punt 13, integraal voorstel voor de jeugdhulp. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Aldus besloten. Agenda punt 14, de visie jeugdhulp IJsseland 2017-2020. Lokale visie als onderlegger voor de samenwerking in de regio. Geen stemverklaring nodig. U kunt instemmen met dit voorstel. Aldus besloten. En dat brengt ons bij agenda punt 15. Vaststelling van de beheersverordening bedrijfterrein Haardek Zuid-West. Stemverklaring niet nodig. U stemt in met dit voorstel. Aldus besloten. Agenda punt 16. De vaststelling van het bestemmingsplan Hardenberg Centrumhoek. Gramsbergenweg Nijenstede. Behoefte aan een stemverklaring. Ook niet het geval. U stemt in met dit voorstel. Aldus besloten. De ingekomen stukken. Nummer 17 van de agenda. Tot en met 1 november 2016. Akkoord met de wijze van afdoening. Dat is het geval. Aldus besloten. Agenda punt 18. De rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is het geval. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Als Op Koers nu krijgen we via verschillende instanties hun bevindingen, hun zorgen over hoe het gaat met de jeugdzorg. Het begrote bedrag voor de jeugdzorg, dat is op en de wachtlijsten lopen op. Er is dan ook geen adequate hulp die geboden kan worden en zeker geen hulp die mogelijk een preventieve werking heeft. Is dit bij u bekend, wethouder, en gaat u hier als wethouder nog wat mee doen?
vraag van de poes, maar nu over de actualiteit jeugdzorg. Inderdaad, een actueel onderwerp. En ik geef het woord aan de wethouder, de heer Jansen. Ik zou eigenlijk willen beginnen met een wedervraag. Van, gaat dit over de gemeente Hardenberg of gaat dit over Nederland? Nee, dit gaat over de gemeente Hardenberg. Wat in Hardenberg de bevindingen zijn. Ja, maar hebt u... Zijn er hier verhalen over mensen die geen hulp kunnen krijgen of wat dan ook? Omdat het bedrag wat begroot is daarvoor, dat het opraakt. En dan betekent, we zitten nu 15 november... Kijk, dan zou het betekenen dat misschien een maand dus geen hulp geboden kan worden. Maar hoe gaat het dan? Nou, dan zitten de mensen wel, maar ja, nee, er komen cliënten en die krijgen dan geen hulp. Ik ben een beetje verrast door deze vragen, want zo komen ze niet op mijn bureau. Ik weet van één organisatie die op dit moment tegen het plafond zit met het bedrag. En daarmee zijn we in gesprek hoe wij dit oplossen. En juist... Hoe wij oplossen dat mensen die daar in behandeling zijn, niet nu moeten stoppen anderhalve maand om pas in januari weer verder te gaan. En mensen die daar niet in behandeling zijn, kijk, er zijn wel bepaalde plafonds gedaan in bepaalde onderdelen van de jeugdzorg. En dan gaan we kijken waar nog wat over is en waar tekort is. En zo proberen we daarmee te schuiven. Dus in die zin ken ik deze problemen niet, behalve dan deze ene in Hardenberg. Maar daar zijn we mee bezig. In zijn algemeenheid is het natuurlijk wel zo dat het budget voor de jeugdzorg zwaar onder druk zit. En dat wij vorig jaar een behoorlijke overschrijding hebben gehad. En ik heb u al gewaarschuwd dat we dit jaar weer een overschrijding krijgen. Daar zit dus ook in dat wij dus kinderen, dat wij wel scherp op het geld willen letten, maar vervolgens kinderen niet de dupe willen laten zijn. Want dan hadden we wel afgelopen jaar gezegd, het is afgelopen jongens, de komende twee maanden even niet meer. Dat kan natuurlijk niet als kinderen hulp nodig hebben. Dus in die zin denk ik dat die soep iets minder heet is dan u vreest. Prima. Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen? Toch. Zou het niet verstandig zijn omwille van die jeugdhulp dat mevrouw Kelder die gevallen die zij dan kent, die dan blijkbaar wel spelen, gewoon even doorgeeft aan de wethouder? Dat zou me heel verstandig lijken. Mooie pragmatische oplossing volgens mij. Goed voorstel. En mevrouw Kelder neemt dat mee, merk ik uit haar houding. Prima. Anderen nog voor de rondvraag, dat is niet het geval. Dan sluiten wij deze vergadering onder dankzegging. De vergadering is gesloten.